Ja, beste kijkers, we vangen aan met onze tweede locatiekeuring hier aan de weg Kadijk in Sint-Johannesga bij de familie van Tjalling de Boer. We zullen hier een zestal paarden keuren, op dezelfde wijze als vanmorgen, dus alleen opname en graadverhoging. Dat zijn de rubrieken die er gekeurd worden. We lopen alleen om de paarden heen, we geven direct een uitslag. Nadat ze zich gepresenteerd zijn. Linten worden er niet uitgedeeld dat dat aan de orde komen is. Die krijgen de mensen, in dit geval dan de trainingsmensen, die krijgen die na afloop van de keuring. We hopen ook op eenzelfde goede resultaten als vanmorgen. Toen waren de weersomstandigheden ook prima. Hier ook, misschien een beetje meer wind, maar mooie keuringsomstandigheden. En we vangen aan met nummer 1. En die mag binnenkomen, Tjalling. En dat is Fredouw van Bonia Staten. Dat is een jonge Nane keer Maaien. Fokker is ST Hopma en AF Zijlstra in Blauwhuis. En de eigenaar is mevrouw F. de Jong Kommerie uit Damwoude. Nummer 1. 90-54. En de stokmaat van deze merrie is 1,65. De beste kijkers, hier dan bij de uitslag van paard nummer 1. Fredo van Bonia Staten. Een merrie
Die opvalt door haar fraaie voorhand, met name de mooie haltvorm, het ruim voldoende nek. Het hoofd zou daarbij ietsje sprekender kunnen. Het paard straalt jeugd uit, het voldoende rasuitdrukking. Het middenstuk is voldoende sterk, ook in de bouw, bovenbouw is voldoende in de aansluitingen. Een bemerking op het beenwerk dat overigens wel hard en droog is, dat de hoeven wat realer van formaat zouden kunnen zijn. De stap, daar zouden we wat sneller in het achterbeen willen zien. Het paard achterbeen komt van wat ver en zou wat directer onder de massa gezet kunnen worden. In draf valt het paard op door haar fraaie voorhand met een goede houding, waarbij het voorbeen verder weggezet kan worden en waarbij het achterbeen een fractie meer tot dragen zou kunnen komen. Het paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Wij vervolgen de keuring met nummer 2, Dagmar van der Zwaag. Dat is een Marcus Keer Volkert. Fokker-eigenaar is maatschappij Posma uit Borendzwaag. De stokmaat van deze merrie is 1,59.
Beste kijkers, hierbij dan de uitslag van nummer 2, Dagmar van der Zwaag. Een merrie die vrij gemodelleerd is, met name door zijn zeer aansprekend front. Mooie gebogen halsvorm, die mooi verticaal gesteld is. Maar het kijkt echt goed de wereld in. Hij is iets gezonken in het middenstuk, maar de verhoudingen van dit paard zijn goed, zijn correct. Zou ietsje sterker dus in het middenstuk kunnen. Het paard heeft ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. Merrie heeft een fraaie manier van stappen, waarbij ze een goede tred toont. Met een goed gebruik van het achterbeen en goed van achter naar voren stapt. De draf is ook een fraaie manier van draven. Waar we iets meer oprichting graag zouden willen zien. Maar wel een paard die goed gebruik van het achterbeen toont. En ook door de manier van voorbrengen in een rustig tempo tot dragen kwam. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een ster tweede premie. Ja, dames en heren, vangen we nu aan met nummer 3. Fleur MS. Dat is een bartelijke keer Volkert, Fokker, mevrouw M. Singeland in Elim. En de eigenaar is mevrouw Mirjam Altenburg in Itzkenhuizen. En de stokmaat van deze merrie is 1,61.
Hierbij dan de uitslag van nummer 3, Fleur MS. Paard met statuur, zou iets meer rasuitdrukking kunnen hebben, meer kap, wat langer in de nek en ook het hoofd zou wat sprekender kunnen. Paard mist wat jeugd, maar verder is hij in de beleiding correct. Paard straalt ruim voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap is ruim, maar zou daarbij iets meer lichaamsgebruik, iets meer bovenlijngebruik kunnen tonen. Dat geldt ook zo'n manier van draven. Het paard heeft wel veel buiging in het spronggewricht. Heeft ook wel ruimte in de manier van draven. Maar zou daarbij ook iets meer de bovenlijn kunnen aanspannen. Gezien ras en de bouw wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Beste kijkers, we vervolgen nu onze keuring met nummer 4. Freya van Fjeldzicht. Vader Nane uit een Ulbertmoeder. De fokker is W. Wieminga uit Veenwalden. En de eigenaar is GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen uit Oosterzee. De stokmaat van deze merrie is 1,67. Beste kijkers, hierbij dan de uitslag van nummer 4, Freya van Fjeldzicht. Een merrie met een correcte bouw, ruim gelijnd,
We missen de nodige rasuitdrukking, met name in zijn hoofduitdrukking. Het zou meer uitstraling kunnen hebben, ook wat weinig nek. Het paard heeft voldoende hardheid in het beenwerk, met name de voorbeenstand zal wat meer correctheid kunnen tonen. De stap is ruim en goed door het lichaam. In het draf heeft hij wel een makkelijke manier van draven. We zien graag iets meer oprichting en ook wat meer schoudervrijheid in de manier van draven. Het maakt wel houding, maar zou daarin dus wat meer tot direct dragen kunnen komen, zodat we meer oprichting zien. Het paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. De keuring wordt nu vervolgd met nummer 5, Iltje Rita. Dat is een jonge nana uit een Ulbertmoeder. Fokker-eigenaar is de heer E. de Jong uit Veenwouden. Stokmaat van deze merrie is 1,58. Hierbij dan de uitslag van Iltje Rita. Het is een jonge nane uit een Ulbertmoeder. Het is een merrie wat beknopt, mist jeugd en met een iets klassieke opdruk. Merrie mist, zien we graag iets meer rasuitdrukking hebben in zijn totaalbeeld, maar ook in zijn voorhand. En met name in de sprekendheid van het hoofd, dat we wat correcter zouden willen zien. De stap is met ruim voldoende ruimte, ook goed door het lichaam. In draf waardeert deze merrie zich ook op.
zou misschien iets meer tot dragen kunnen komen. Het toont wel veel techniek in zijn manier of in haar manier van dragen. En met voldoende oprichting. En dat maakt dat vanwege de stap en de manier van draven deze Mary opgenomen wordt in het stamboek met een derde premie. We sluiten de keuring af met ons laatste paard. Dit is een paard die naar de keuring komt om eventueel in graad te worden verhoogd. Dat is Tiske van Twarn Wetterlene. Het is een jonge jisse uit een hinnemoeder. Fokker is H.J. Bos in Nijemirdum. En de eigenaar is Maatschap Posma uit Boren-Zwaag. Wel, beste kijkers, hierbij dan de uitslag van ons laatste paard. Ik denk dat we twee goede keuringen of mooie keuringen hebben gehad onder goede weersomstandigheden. Met redelijk goede resultaten. En we hebben beide stallen zijn we op de fijne manier ontvangen. Goede medewerking gehad. Wat dat betreft kijken wij heel tevreden op deze twee dagen terug. En dan nu de uitslag van nummer 6. Dat is Tiske van Twan Wetterlene. Een paard die zou voldoende rasuitdrukking heeft, voldoende halsrichting. Zou iets spreken in het hoofd kunnen. Wel wat een bemerking op de bouw. Het
zou wat sterker in de aansluiting kunnen zijn, wat gezonken in het middenstuk, waardoor hij wat een driedelige indruk maakt. Het paard die stapt ruim voldoende en in zijn kwaliteit beenwerk hebben wij toch met name op de voorbeenstand hebben wij wat bemerkingen. Het linker voorbeen is wel erg Frans. In draf waardeert deze merrie zich op, heeft een gemakkelijke manier van draven, komt voldoende te dragen, ook voldoende tot oprichting. Maar gezien de vorige cijfers kan deze merrie opgenomen, de merrie is al opgenomen, krijgt deze merrie vandaag geen premie. Nogmaals, hartelijk dank dat u gekeken heeft en ons gevolgd heeft op mij deze keuringen. Wij gaan 4 geloof ik. Ik weet niet precies welke datum is, tot de woensdag. Woensdags zijn we er weer. Dan zijn we in Lunteren. Tot de volgende keer. Dank u wel.